Hallo, dan moet ik weer met een nieuwe video. En vandaag ben ik hier. Ja, ja, met een pack opening. En niet zomaar een pack opening, want er zijn FUD rewards. FUD Champions rewards. Yes, eindelijk zin in. Dus zing een like bij deze video. 5000 likes op top zijn. Doe allemaal even een duimpje omhoog. Ben je dan top beneden? Abonneer even op mijn kanaal. Krijg je allemaal leuke video's in je Dropbox. In je subbox. En ook leuk, druk op het belletje. Teambelletje. Join het. Comment het beneden. Hashtag teambelletje, jongens. Ik wil het weer zien. Dit zijn mijn packs: 250k packs, 150k packs en 30k munten. Dat is best lekker. Niet heel goed, maar wel lekker gewoon. 30k is niet slecht. Deze week kan ik niet echt al mijn Weekend League potjes spelen. Dat is wel jammer. Maar hier zijn mijn packies. Lekker. Eerst een 4-punten kopen. Echt 4-punten kopen. Laten we gewoon beginnen met een 35k packie. En dan gaan we even gewoon kijken. 35k. Laten we even mee beginnen. Gewoon een klein 35k packie. Ik hoop in ieder geval dat ik borden krijg. Dat is niet dat het zou echt eet zijn. We krijgen borden. Oké, dat is lekker. Let's go. Wat krijgen we? Goud. Oké, geen vorm. We krijgen niet minder dan Portugees. DM. Rui Patricio. Nee, Lopez. Dat is wel kut. Ja, dat is wel kut. Dat is niet heel best. Dat is niet heel low best. Maar dit is wel goed. Henderson. Is hij iets waard? Henderson is EK. Dat valt echt pittig tegen. Gaan we wel verkopen natuurlijk. Maar ja, wat moeten we anders met Henderson? Even kijken. Lopezje. Zou jij iets waard zijn? Ik denk het ook niet echt, hè. WK misschien wel minder. Sorry, jou wel gewoon de club. Is het een duplicate? Slimani. Sissoko. Zal waarschijnlijk ook niet heel veel waard zijn. Dit is geen F-second packje om mee te beginnen. Om heel eerlijk te zijn, hè. Ben ik heel eerlijk. Had zeker beter gekund. Is toch wel flinke zaad. Nee, allemaal niks waard. Discarden we dat. Oké, wacht even met deze pack. Ga ik nu even door met deze packjes. Gewoon even packjes openen. Trouwens mensen, er zijn nu squadbone challenge voor Del Piero, de beste icon. En die andere. Del Piero is nu ook in packs. Del Piero, dus 92 Del Piero's in packs. Dus die gaan we even packen. Het zou fijn zijn. Moet zeker lukken. Ja, goed packje dit. Ja, hier wacht. Ik zal het even kort heel snel laten zien. Ja, het is echt fucking ziek. Maar ook wat je moet doen is ook fucking ziek. Even kijken, Del Piero, hier heb je hem. Deze kaart kan je dus krijgen als je de hele squadbank challenge doet. Untradable. En dit moet je ervoor doen, het is idioot. Je moet een icon inleveren. Die drie cams helpen op CF, dus het moet een CM, een cam, een CA of een spits zijn. Of CDM, die kan je dan omzetten, of je haalt sowieso wel drie trouwens. Een keeper kan dus niet, een centerback kan ook niet. Dan weet je dat, voordat je dat verneukt. Net hebben heel veel mensen dat verneukt. Een Juve team, een Sydney team. Een team met Sydney en Hyundai A-League spelers. Italiaans team. Kijk, dit is allemaal niet zo moeilijk, weet je wel. Dit is allemaal wel te doen, gewoon, weet je wel, bla bla. En dan dit. 84, 85, 86 en 87. Een 87 team op dit moment in FIFA. Deze vent, als je dit nu wil gaan maken, ik denk dat je minimaal 1,5 miljoen kwijt bent. 1,5 miljoen voor een untradable speler. Ja, dan ben je echt gek als dat doet. Ik kan dat niet eens. 7 miljoen transfers. Bijna 8 miljoen transfers. Holy shit, fucking ziek. FIFA leeft echt ziek erg. Oké, in ieder geval, leuk duimpje omhoog en 36. Laten we packs gaan openen. En laten we die fucking Del Piero even packen. Dat zou lekker zijn. Pack die Del Piero. Wist trouwens dat als eerst het logo komt en dan pas de LM, dan betekent dat hij meer dan 80 is. Als het tegelijk komt, het logo van het landlogo, de vlag. Het landlogo. En de positie, dan is het min 80. Dus kleiner dan, lager dan 80. Leenspelerpakket, yes. Zullen we nog goed gaan packen? Dat is een beetje de vraag. Ik heb dus ook nog een 50k pack, mensen. Blijft u kijken, komt dat zien. 50k pack. En hopelijk gaan we nog even één goed spelertje packen. Dit is toch weer weinig. Michael Vorm, ja. Oeh, CDM to CM. Nee, die is wel wat waard, hè? Ja, die is veel waard. Die is 3k of zo. Gaan we even listen. Hop, en de rest is carden. Lekker. Kijk, het zijn toch weer die kaartjes die je gewoon mee moet nemen. Kijk, ik moet nu, kijk, ik ben gewoon niet zo heel rijk op FUD dit jaar. Ik heb 616k. Dat is gewoon niet heel bijzonder. Kijk, ik ga even tot een 9000 openen. En dan gaan we de tweede 35k pack openen. Ja, laten we dat doen, ja. Een keertje borden zou ook fijn zijn. Oh, borden. We hebben borden. We hebben borden. Yes, 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 yes. Frans. CV. Perrin. Ja, dat is toch een fucking kut. Is het Perrin? Perrin, toch? Ja. Ja. Packje 3, dat is hij het. Kijk, Frans heb je zoveel goede opties. Dan is hij het. Ja, dat is gewoon jammer. Daar baal ik gewoon van. Als je dan gewoon even... Nou, even naar een Pogba of zo. Zou lekker zijn, ja. Zeg dat ik maar één keer borden waarschijnlijk ga krijgen in de eerste 3000 4 points. Nou, mag ik al blij zijn dat ik überhaupt een keer borden krijg. Is die iets waard, Wendell? Nee. Narsing. Babyoli. Michiel Kramer. 72. Hij heeft echt fucking slechte stats. Geen één stat boven de 70, hé. Maar voor Peggy Lane spelen. Oh, een goudpakket. Zomaar een goudpakket. Niet slecht. Kan je nog 4 van deze en dan gaan we door naar het 35k. Daar ben ik eigenlijk meer hyped voor. Maar ik hoop eigenlijk gewoon ook wel dat we hier... Kijk, dit is wel lekker voor een beetje coins, maar... 1 bord in 3004 points is nog niet heel goed. Dat betekent dat ik nog 3 borden krijg van 3 fucking slechte 83 ratings kunnen zijn. Daar ben ik niet heel tevreden mee om eerlijk te zijn. Maar oké, doe nog even 1 bordje. Jee. I know you're watching. Ja, ik kan hier slecht tegen hoor. Dit is niet best. Nee, nee. Het is wel 80 plus. 80 plus Fransman. Wie kan het zijn? Weer Nasri. Nee, Costiel. Minimaal even slecht. Oké, nog 1. Dan gaan we over naar de volgende. Are we ready? Yes, we are. We are ready. Geen borden, jongen. Echt fuck you, dikke AIDS. Daar gaan we dan. Let's go. 2 vijanden de K-pack. Zijn we klaar voor? No, oh, we hebben nog deze packs. Oké,
Ha, je moet nog even wachten. We hebben eerst nog een gratis goudpack. Waar ook een bord in zit. Nee. Ja, we gaan borden krijgen. Dat was een ultimate. Ja, yes, borden. Ja. Oh mijn god. Oh mijn god. Wie is het? Nee. Nee, Busquets. Altijd fucking Busquets. Lekker man. Komt hij dan? Tweede vijf aan de kaap. Let's go. Komt hij? Boom. Geef me borden. 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 Geen borden. Oh. Niet eens 80 plus. Deze man staat best goed trouwens. Pulisic. 78 is best een driving aan de kaap. Oh mijn god. Zou iets waard zijn, Pulisic? Dit is zo slecht, hè. Dit is echt heel erg. En dat vind ik echt erg, dit hoor. Vind ik echt erg. 5000 coins discard. Dat is dan nog wel. Dat is het enige. 5000 coins discard, mensen. What the fuck? We better pack something good real quick. Bord. Oké, als ik in de komende 5 pack geen bord krijg, gaat die 50k pack geopend worden. Oh, Florenzi. Oh, dat is helemaal geen verkeerde kaart trouwens. Zo, Florenzi 26k. Hé, hey, lekker. Hé, hey, goed packje, man, lullo. Goed, man. Florenzi. Dit is een uitstekende pack. Yes, eindelijk weer een goeie. En een jagerkaartje. Uitstekend. Love it. Goed. Goed, man. Dit is lekker. Oké, vanaf nu 5 packs, want dat was gewoon een goede pack. Als ik 5 packs achter elkaar geen borden pack, dan ja. Koen slim, goed en uitstekend. 2 van Beek. 3, 4 en daar komt nummer 5. 50k pack, hier komen we. En daarna moet ik dus die andere pack nog openen en dan hoop ik gaan we daar nog iets goeds in krijgen. Radu, dit is echt een heel slecht packje weer. Yes, op mijn 50k pack. Oké, let's go. Jongens, ik wil Tropic Love. Nu. Lekker. Oké, komt ie. Neuspackie. Komt ie. 3 2 1. Go. Gaat hij? Als ik hier een boarding krijg, nou dan word ik echt boos. Borden, let's go. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Een goeie, kom op. Ik heb hier veel Porsche 4-league voor gedaan. Spanje, nee. Nee, Cam, ja. David Silva. Yes, David Silva. Geen idee of die vindt iets waard is, maar wel lekker. Walkout, 87 walkout. Prima, prima, prima. 87 David Silva, lekker. Hier ben ik helemaal niet ontevreden mee. We hebben nog meer. Felipe Anderson. Oh, Lallana is ook goed. Lallana, Murillo. Even kijken hoeveel iedereen waard is, want ik ga iedereen gewoon lekker verkopen. David Silva is 28k. Dat is uitstekend. Dit is een hele goede pack hoor. Dit is een heerlijk packie. Echt een hele goede weekend league reward heb ik uiteindelijk eruit gekregen nog. Want Lallana is ook gewoon 10k, toch? Iets van 10k. Ja, Lallana is ook ongeveer 10k, iets minder misschien. Dat is al 30, 40k laten we zeggen. Nou, dan hebben we nog Felipe Anderson. Die is ziek veel, 100k. Nee, oké, 200 coins. Ja, Murillo, die is 700k. Dat gaat echt lekker hoor. 850 coins. Asamoah, ja, die is 2 miljoen, hè. Wist je dat al? 2 miljoen. Nee, ook niet. 800 coins. Ja, Dalbert, die is echt goed. Want die heeft 91 pace namelijk. 600 coins. Oké. Okay. Ja, maar deze man heeft 95 pace. Damn, son. Ja, Gaia, die is wel veel waard. Die is kaartje of 40. Oké, nou in ieder geval, Eder, die is 100. Oké, voor de rest niks. Maar wel twee uitstekende spelers in dit packje. Helemaal niet ontevreden mee. Uitstekend, prima. Lekker, niks mis mee. Oh, er zijn wel special packs, maar die zijn gewoon voor altijd er. De rest van het jaar zijn zilver special packs. Zullen we eentje openen? We gaan eentje openen. Let's go. Het kan namelijk best wel zijn dat je zo'n pack zilvers krijgt die uit Australië komen zo. En die kunnen fucking veel waard zijn. Maar echt oprecht fucking veel. Rivas. Oké. Jullie horen me wel gillen als ik een speler heb die veel waard is. Oxlade Chamberlain. Zijn we er blij mee? Niet echt, hè. Staat er links nog? Oh, stoor ik iedereen met mijn club, jongen. Wat ben ik ook allemaal aan het doen met mijn kutcontrole, jongen? Oxlade Chamberlain, ja, is 100k, maar ik heb even mijn club gestoord voor de zeker. Onyama. Ho ho ho, Wanyama, Wanyama. Oh, borden, in mijn tweede pack die ik open nu. Ja, oh. Waarom krijg ik altijd DM's en centerback uit Frankrijk? Rot even op, man. Geef me Dembele, Griezmann, Lacazette, Keane, best goed. Oh, Ruffier staat wel 85, dat is best hoog. Keane is 2k of zo, lekker. Die Ruffier is echt fucking hoog, dan. 85, is bijna een walkoutje. Gewoon 5k, wat zei ik? Lekker, man. Goeie pack, joh. Hey. Lekker. Ik heb zo'n pack 7.500 punten kost. En ik heb nu gewoon 2 goede spelers en ik heb het waarschijnlijk nu net terugverdiend. Het ook 2 goede spelers in, dat is 85 en 82. Operera. Dat is lekker. Die is veel waard. Oh, is Lanzini die veel waard is. Operera niet. Kut. Verkeerde. We hebben nog 5.400 punten. We hebben eigenlijk nog niet heel veel gepakt. Maar die 7.000 pack. Oh, en op het moment dat ik dat zeg, krijg ik mijn woorden. Yes. Kom op met die 83. Ja, weer Spanje. Oh, Juan Fran, 83? Zei het. Lekker. En dan kan ik wel zeggen, ik zei het, maar de kans in 83 is natuurlijk de grootste van allemaal, maar oké. Okay. Ik heb Carvajal al, dus ik heb hem niet nodig. I don't need you. Maar ja, wat hebben we nou gepakt? Florenzi? Was goed voor de rest? Niet veel, hè? Oh, weer Felipe Anderson. Lekker. Dit is het event. Lekker man. Minimum. En jagerkaartje. Prima pack. Dan krijg je, dan ben je nu gewoon blij met de packie waar 2 conditiekaartjes in zitten. Ja, dan is het ook wel sneu gesteld. Maar ja, oké, dat hoort er nou helemaal bij. Zullen we allemaal een duimpje mogen? Ja, goed duimpje. Oké, wat wordt dit? Een icon. We gaan nu even een paar packjes skippen om te kijken of dat zin heeft. Toen ik mijn Pele pack op de e-caption vind, skipte ik ook.
Dus who knows, er komt ook een raar FIFA-logo in beeld ofzo. Tot nu toe werkt het uitstekend. Oh, wel borden. Forsberg. Nou, mooi dat ik niet gekeken heb, want daar word ik altijd scheidsziek van die Forsberg. Ah, lees maar gewoon, joh. Oh. Bernadeschi, leuk speler. Ik heb zijn One to Watch ook. Die is trouwens ziek gestegen. Ik had echt One to Watch in moeten kopen. Die is echt nu 70k of zo. 70k, gast. Ik kan er geen tyfus van. Skip the pack. Er komt een soort flash in het scherm. Dikke flash. En ja, dan kijk je in de pack en dan is het gewoon weer helemaal geen tyfus. Ik hoef die zilver pack niet. Ik hoef die dingen niet. Laat me ze discarden. Waarom zou iemand ooit een zilver pack willen? Wat een bullshit. En waarom is het niet gewoon zo als je coin bonus zo'n coin ding discard, dat je gewoon die coins erbij krijgt? Maar ja, je kan die dingen weer niet discarden. Voor coins discarden krijg je er 32 coins voor of zo. Slaat ook nergens op. Oh, helemaal niks. Laatste packie. Laatste packie. Hebben we wat goed spek? Ja, wel wat aardig spelers. Wel 20, 30k spelers. Maar niet veel meer dan dat, hoor. Geen bord zeker. Nee, dacht ik al. Klote packs. Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Mijn weekly reward, die 50k was wel echt goed. Daar ben ik echt blij mee. Echt een lekkere walkout. Nou, dit is niks. Mensen, ik hoop het leuk vonden. Vond je het leuk? Vergeet zeker geen duimpje omhoog achter te laten. Abonneer op mijn kanaal als ik like. Veel abonneer. Volgende keer eens en doei. Later.